iedereen wel op de hoogte is van de problemen die hier spelen. En daar wordt ontzettend hard gereden, waardoor er ook doden zijn gevallen. Ja, waar ik goed moet opletten of er geen auto tegen me aankomt. De verkeerssituatie is onoverzichtelijk. We weten gewoon dat dit gewoon een moeilijk kruispunt is. Eerst het fietspad bekijken aan beide kanten, dan de weg links, dan op het middenstuk kijken wat daar nog is, dan nog inderdaad rechts. En ja, als je een van de dingen mist, dat is wat mij betreft geen handige situatie. Het is een enorme drukte geworden, het is een racebaan, er wordt hard gereden. Op 20 juni vorig jaar ben ik hier slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Onveiligheid die wordt steeds groter. Dat kinderen gewoon op de rem moeten of bijna van de fiets vallen. Ik denk echt, we moeten hier doden vallen en dan pas worden ze wakker. En dan wil ik wel een oproep doen aan de gemeente. Dit is echt ook doorgepakt moet worden. Pure schande dat daar niks behoorlijks aan gebeurd is.